Festival Bruis stopt, maar krijgt een opvolger. Schutterij Valkenburg naar het Europees Schutterstreffen. En flauwvallen kan nu worden onderzocht op de flauwvalpoli. Welkom bij het streekjournaal Maastricht-Heuveland. Maastricht stelt van alle gemeenten in onze streek het laagste bedrag ter beschikking bij de aanvraag van een starterslening. In 4 andere gemeenten in de streek is dit beduidend meer. In Maastricht mag je woning dan ook nog niet meer dan 245.000 euro kosten. Nou, als je wel eens kijkt op Funda, dan vind je daar niet zo heel veel voor. Als je er nu toevallig op Funda kijkt, dan zie je ongeveer dat er 50, 55 woningen in die prijskategorie te koop zijn. Dus er is ook markt voor. Want er staan geloof ik in mijn hoofd 400 plus te koop. Dus ongeveer een marktaandeel van 13% tot 15%, wat onder de startersleningnorm te koop staat. Ook de gemiddelde koopsom, hè, als je die bekijkt, die ligt, Maastricht zit daar gewoon dan in de bovenste regio. Dus ja, ik weet ook niet waarom ze daar zo aan vasthouden, want je wilt toch juist dat starters zich ook welkom voelen in Maastricht en dat ze die kans krijgen. In 4 andere gemeenten in de streek kun je maximaal 56.000 euro krijgen. In IJsselmargraten, waar zich gemiddeld de duurste koopwoningen van onze streek bevinden, zelfs 78.000 euro. Allemaal dus meer dan in Maastricht, terwijl de huizenprijzen in onze stad toch ook als erg duur worden beschouwd ten opzichte van die in de omliggende regio. Met volgens het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, een gemiddelde verkoopprijs van 375.000 euro in 2023. Hoe andere steden dat doen zij op hun manier. En wij doen het op deze manier. Wat doen starters die starterslening dan niet krijgen vanwege een te hoog aankoopbedrag bijvoorbeeld? Maar toch een hypotheek rond moeten krijgen. Ze proberen natuurlijk te sparen, daar begint het mee. Een beetje vindingrijk te zijn door misschien met iemand anders een huis te kopen. Wachten. Gaan huren, gaan kijken buiten Maastricht. Dus het gaat dan eigenlijk een aantal kanten uit. De gemeente Meersen onderzoekt de mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren op een perceel in de Meerstraat in Bunde. Dat is een gebied dat 3 jaar geleden nog overstroomde. Buurtbewoners en het waterschap maken zich zorgen en zien liever dat de gemeente een andere locatie kiest. Ik begrijp de grote opgave die de gemeente heeft, hè, en de behoefte aan woningbouw. Dit gebied hier is laag gelegen en ligt in een overstromingsrisicogebied. Wat mij betreft zou het verstandig zijn om naar alternatieve locaties te zoeken, want dat is toch iets wat we vanaf juli 2021 niet meer willen. Ja, als je een locatie hebt waar helemaal geen problemen te verwachten zijn, zo lees ik dat, ja, dan zou je daarvoor moeten kiezen. Maar die hebben we niet in Meersen. Het is eigenlijk geen onlogische locatie, want daar zit wel nog een beetje mix van zeg maar, industrieterrein en woningbouw die er al is. En eigenlijk is dat altijd een beoogde locatie geweest voor woningbouw. En in dat kader willen we er ook serieus naar kijken. De gemeente gaat daarom in gesprek met het waterschap en omwonenden om te kijken of het daadwerkelijk mogelijk is om woningen te bouwen op het betreffende perceel. Als je wel zou willen bouwen hier op deze plek, dan is het natuurlijk wel zo dat je dan moet bouwen dat er zo weinig mogelijk kans op wateroverlast en overstromingen is. Want als je gaat bouwen, ga je ook stedelijk gebied bouwen, ga je ook heel veel verharding zien. Ja, en dan moet je toch als gemeente zorgen dat je voldoende wateropvang hebt en ook voldoende opvang om regenwater, hemelwater op te vangen. Vraag je mij nu een advies, zeggen wij hier niet bouwen, zoek een alternatieve locatie. Maar we willen ook graag de bouwplannen zien en aan de voorkant meegenomen worden, zodat we daar een beeld kunnen vormen van het risico wat er dan mogelijk nog speelt. Mensen die last hebben van syncope, in de volksmond beter bekend als flauwvallen, kunnen sinds kort terecht op de flauwvalpoli in de Hartkliniek in Maastricht. Met een zogenaamde kanteltafeltest worden patiënten onderzocht. Het principe van een kanteltafeltest heeft te maken dat flauwvallen in de meeste gevallen staand gebeurt. Dit heeft tot gevolg dat door zwaartekrachteffecten een gedeelte van je bloed in de benen zakt. Daarmee kunnen bloeddrukproblemen ontstaan bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. Dit heet een zogenaamde reflex syncope. De gevoeligheid daarvoor kun je met deze unieke onderzoek aantonen, doordat deze tafel in staat is, zowel liggend als ook rechtopstaand, de bloedsomloop te kunnen controleren. Patiënten kunnen tijdens dit onderzoek de klachten krijgen, waarmee we de diagnose kunnen stellen en ook kunnen bepalen wat de juiste behandeling of eventuele adviezen zouden moeten zijn.
De oorzaak daarvan is meestal een relatief onschuldige onbalans in de bloeddrukregeling. Maar soms is dat niet het geval en kan flauwvallen een uiting zijn van een onderliggende hartkwaal. De cardiologen van de hartkliniek nemen in hun onderzoeken het liefst ook ervaringsverhalen mee. Familie of vrienden van mensen die vaker flauwvallen kunnen vaak ontbrekende informatie geven. Het zijn met name die momenten vlak voor het flauwvallen die belangrijk zijn om een idee te geven waar het flauwvallen door veroorzaakt is. Door het inzetten van een specialist flauwvalcardioloog en de benodigde apparatuur die je nodig hebt om dit soort specifieke afwijkingen te kunnen constateren, is gebleken dat veel patiënten sneller en optimaler behandeld kunnen worden. Schutterij Valkenburg is afgelopen week vertrokken naar Mondsee in Oostenrijk. Daar gaan ze deelnemen aan het Europees Schutterstreffen. Dat is een driejaarlijks evenement waar schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende landen elkaar ontmoeten. Dus er zullen een aantal wedstrijden voornamelijk op de zondag zijn. Er is ook een optocht op de zondag. Volgens mij iets van 300 schutterijen die daaraan deelnemen. En verder, ja, er is een heel programma. Op zaterdag is koningsvogelschieten. Of koningsschieten, zeg maar. En dan kun je je schieten tot de Europese schutterskoning. En voor de rest, ja, er zal een heel feestprogramma in de tent zijn. En gaan we er een leuk feestje van maken. Kai verheugt zich op het treffen in Oostenrijk. Ik verheug me eigenlijk al een aantal weken op het Europees Schuttersfeest. Dat is toch niet wat je ieder jaar meemaakt. En zeker niet als je ook nog naar het buitenland, naar Oostenrijk gaat. Maar ja, goed, ik moet zeggen, ik denk wel de zondag. Is toch wel echt de dag voor de schutters. Met de optocht en verschillende schietwedstrijden. Ja, dat zal wel de dag zijn waar we ons meest op gaan verheugen. De laatste editie van Festival Bruis vindt dit weekend plaats. 13 edities lang konden Maastrichtenaren genieten van een driedaags festival met muziek van opkomende bands. Bruis stopt, maar daarvoor komt een nieuw evenement in de plaats. Bruis staat meer dan alleen voor een festival. Bruis doen we met een man of 40 vrijwilligers en vast personeel opbouwen ieder jaar. En dat is een soort gezamtkunstwerk. En er zit heel veel menselijke energie in en ook heel veel passie van mensen. Mensen vinden het echt leuk om daaraan bij te dragen en mee te werken. En dat was een beetje de kracht ook van Bruis. De basis van de ondergang van Bruis ligt hem erin dat wij van gratis naar betaald zijn gegaan. Iedere Maastrichtenaar zei dan tegen mij in het hondenlosloopgebied: vroeger was toch gratis, maar en nu moeten we betalen. Ja, dat is inderdaad een feit en dat hadden we eigenlijk niet moeten doen. De afgelopen maanden werd er achter de schermen nagedacht over een opvolger voor Festival Bruis. We willen eigenlijk een hele reeks maken door het hele jaar heen. Die doen we onder de noemer 043. Dus we willen door het hele jaar heen drie relatief onbekende bands op internationaal niveau een podiumspot geven in de muziekgieterij op een gratis avond. Dat is heel belangrijk dat jonge bands een publiek kunnen opbouwen. En die willen we eindigen dan met een 043 festival, waarin we drie dagen lang, zoals de Amerikanen het noemen, emerging bands een podiumspot geven. En dat wordt dan ook weer gratis. We willen terug naar onze kernwaarden. Gratis, familiegevoel. Toch fijn dat iedereen gewoon binnen kan lopen en iets nieuws kan ontdekken. De jeugdafdelingen van BMR Meer en SNC 14 uit Sleenaken en Noorbeek werken sinds 2017 samen. Onlangs sloot ook de Geertruidse Boys zich aan bij het samenwerkingsverband dat vanaf nu de naam SJO DTV draagt. Ja, hoe komt zoiets tot stand? Deels door afnemende jeugd, dus de noodzaak om samen te gaan voetballen en de jeugd een toekomst te geven in het voetballen, om het ledenaantal hoog genoeg te houden. En dus ook veel plezier voor iedereen in het voetbal te houden. En op die manier vind je elkaar en kom je tot een samenwerking. Die samenwerking ontstond op een bijzondere manier. Het kwam op een carnavalsavond, geloof ik, ergens ter sprake. En, onder het bier. En opeens ben je in gesprek en komt er een nieuwe samenwerking tot stand. Dus dat is wel mooi. Bij de nieuwe samenwerking hoort dus ook de nieuwe naam SJO DTV. Nou, op het moment dat je gaat samenwerken, dan heb je natuurlijk altijd de discussie van welke naam is het en heeft iemand de voorrang. Nou, de DTV is ontstaan omdat de door tradities verenigd. De dorpen Sint-Geertrui, Noorbeek en Meer, Banholt, Rijmerstok, die hebben al sinds jaar en dag hebben die een aantal tradities die ze in stand houden. En daar zit een hele grote
overlap in. En dat is natuurlijk wel een hele leuke manier om de naam te geven. En ook de voorzitter van SNC 14 is blij met het samenwerkingsverband. Ja, je moet realistisch zijn. Als je in de toekomst kijkt, is het natuurlijk moeilijk. Maar als de aantallen kinderen blijven afnemen en kinderen hebben meerdere keuzes, dan zul je op een gegeven moment ook bij de senior moeten gaan kijken van wat moet je doen om toch de vereniging overeind te houden. Maar probeer toch zo lang mogelijk je zelfstandigheid vast te houden, want het geeft ook hele leuke derbies en wedstrijden. In de vierde klasse avond komt het seizoen bij de senioren. Daar zitten alle verenigingen van de gemeente IJsden-Margerton op VV IJsden-Maar. Als je nog één keer degraderen, zit hij er ook bij. En dat is toch schitterend dat je dan die wedstrijden krijgt, die derbies. Het publiek is daarbij gebaat, de voetballers die groeien in hun kwaliteiten. En ja, ideale scenario. En dan nog dit. Een finaleconcert in de open lucht. Dat was een lang gekoesterde wens van de Vaalse band Acid. De mannen, die vooral in de jaren 70 en 80 enorm populair waren, komen nog één keer samen voor een reunieconcert. En dat moet absoluut spectaculair worden. Tonight, tonight we gonna make it happen. Tonight we put all other things aside. Give in. In de jaren 70 en 80 waren ze de boyband uit Vols. Coverband Acid speelde op menig kermis en bruiloft de zaal plat. Onlangs maakten ze bekend dat ze nog één keer de bühne opgaan. Voor het laatst gaan ze oude tijden doen gaan leven. En dat vraagt om een terugblik. Hier zijn die jongens eigenlijk begonnen met een klein groepje met wat eigen gemaakte nummers. Misschien ook een beetje in de rocksfeer. Toen wordt het eigenlijk niet zo'n coverband. Dan zagen jullie, ja, dat je kan spelen, maar je moet wel cover, herkenbare liedjes kunnen spelen meer. En toen zijn we dat gewoon doen, ja, en toen is dat eigenlijk begonnen te rollen. Ja, en op een gegeven moment is dat ontaard dat we overal gingen spelen. Kermissen, bruiloften, ja, je kent het zo gek niet denken, feesttenten, huffen gedaan. We waren allemaal vrienden en vrouwen toen natuurlijk een hele grote droom, we wilden wel ook beroemd worden. Dat is eigenlijk niet gelukt, is ook niet erg, maar we hebben wel gewoon een waanzinnige jeugd doorgehad. Ik denk op het hoogtepunt hadden we toch een gemiddelde van 2-3 optredens per week. Dus dat was best wel veel voor een amateurbandje. Spelen in de open lucht was een droom voor de leden van Acid. Volgend jaar wordt deze droom tijdens Vols Tropical waargemaakt. Toen de leden hiervoor benaderd werden, was er eerst nog twijfel. Dat idee Acid is al speelt al langer. Het is niet de eerste keer dat we hebben. We hebben 2 jaar geleden al gezegd van jongens, moet voor dit niet gaan doen, wil dat dit niet. En toen is het er nog niet van gekomen. En nu hebben we zoiets. Het is volledige nostalgie. Ja. Volledige nostalgie, niet alleen voor Vols. Dit is nostalgie voor de dorpen van Mechelen tot overal heen. We zien 25 jaar en langer toch alle kermissen plat gespeeld hebben. Ja, dit moet nu een waardig afscheid worden van die heren. Hoewel het concert pas volgend jaar plaatsvindt, is de animo voor de kaartverkoop al groot. Acid is in Vaals en omstreken nog steeds geliefd. Nu gaan terug in die tijd en zeggen ze, we zijn door en door geweest, daar hebben ze opgetrokken. Ze hebben op mijn broerloft gespeeld, ze hebben door in de feesttent gespeeld. En dan is dat wel heel leuk. Dat, ja, ik denk ook voor sommige lui is het een reunie als voor spelen. Ik denk dat het gewoon goed is. En ja, we krijgen het recht ook tot druk. Want we willen natuurlijk wel dat we voor altijd gaan toch presteren. En ja, we willen er gewoon zo'n gigantische happening van maken. En ik denk soms moest je gewoon, wanneer het echt top is, moest je denken, dat was het. En tot zover het streekjournaal Maastricht Heuveland. Meer informatie over deze en andere onderwerpen vindt u op de websites van RTV Maastricht en Heuveland Vandaag. Ik wens u nog een heel fijn weekend en graag tot volgende week.